Als je in Teams niks ziet, dat is niet erg. Ik neem alles op wat er gebeurt. Ja, dan hebben we dus de eerste maandag van de maand. Dat is ook leuk. Ja, ik heb het gehoord. Dan blinkt dat ding een beetje gillen, maar daar moeten we maar even aan wennen. Ik denk dat dat niet zo'n probleem is. Jullie kunnen me allemaal nog horen. Het beste even bevestigen met handje opsteken. Oké, dankjewel Michiel. Dan gaan we eens maar eens beginnen. En even kijken wat ik hier allemaal heb staan. Dit gaat over het lesmateriaal. Aan de rechterkant heb ik het lesmateriaal staan. En aan de linkerzijde een stukje code. En het eerste wat we in deze les over gaan hebben is wat nou type parameters zijn. Type parameters of generic, zoals je het ook zou kunnen uitdrukken. Sinds Java 5, en dat is al in 2006, misschien al iets eerder, zijn generic types ingevoerd in Java. Andere talen, zoals C++, hadden dat al eerder. En die maken het mogelijk om aan de ene kant beter type-safe met spullen om te gaan. Je kunt een hele hoop casts voorkomen. Zodat je ervoor zorgt dat je, als je een lijst van strings maakt, dat je ook zeker weet dat er alleen maar strings inkomen. En als je een lijst van integers maakt, dan komen er alleen maar integers in als je dit goed doet. En de compiler, die gebruikt die type informatie. Als voorbeeldjes, dat staat, ik weet niet, het staat ook in de MOOC. Dit stukje code staat in de MOOC. En daarin is dit de generieke definitie van een locker of een box. In ieder geval een klasse die een type token heeft, zoals dat zo mooi heet. Dat is die T hier. Dus in deze locker kan ik allerhande objecten instoppen. Dat wil zeggen één object tegelijkertijd. Van het type T. En je kan het erin stoppen met setItem. En je kan het erin stoppen via de constructor. Dan komt er al gelijk een item in. En ik kan het item weer ophalen. En je ziet in alle gevallen daar de T gebruikt wordt als type parameter. En hier in het field bijvoorbeeld, waar is die T gedefinieerd? Hier is die T gedefinieerd als de parameter in de constructor. Hier is de T gebruikt als de returnwaarde van de getItem. En hier is de T gebruikt als de parameter naar de setmethode. Als we uiteindelijk kijken van wat Java daarvan maakt, dan zien we dat Java in feite die type informatie lijkt weg te gooien. En inderdaad tussen de compilatie van deze broncode naar wat er feitelijk in komt te staan, maar dan als broncode opgeschreven, dan gaat dat type token, die T, wat altijd een reference type is, nooit een primitief type, wordt simpelweg weggegooid. De reden zijn daarvoor, er zijn meerdere redenen voor. Een van de redenen is bijvoorbeeld, die zorgt ervoor dat deze locker alle soorten objecten kan ontvangen, omdat het simpelweg gaat om een referentie. Dus deze ene klasse is voldoende om alle reference types op te vangen. Dat is een groot voordeel, dus dat je er maar één van die objecten hoeft te compileren. Het tweede voordeel is dat Java altijd geprobeerd heeft compatibel te zijn met niet alleen de code in de toekomst, maar ook met de code in het verleden. Dat wil zeggen dat je de nieuwe generic types, code die geschreven is voor de nieuwe generic types, ook kunt delen met code die voor die tijd was. Dus code van Java 1, 2, 1, 3 enzovoort, voor Java 5, of Java 1.5 moet ik zeggen, kon je zonder meer gebruiken, gemixt met de nieuwe code waarin generics gebruikt worden. En generics zijn, het was geen plicht en geen dwang om dat te gebruiken, maar die zijn steeds populairder geworden. En met name de grote overgang die Java meegemaakt heeft in 2014, dat is de introductie van Java 8, zijn die generics nog een grotere rol gaan spelen, omdat die gebruikt worden in alle methodes die in Java 8 zijn gedefinieerd, zoals functional interfaces, waarin generics een heel belangrijke rol spelen, waardoor je lambda-expressies kunt opschrijven, waardoor je streams kunt maken aan allerhande andere toevoegingen die in Java 8 zijn toegevoegd. Zoals gezegd, dat type token, dat wordt door de compiler gebruikt om te bewijzen dat alles wat met dit object gebeurt. Nou, wacht even hoor. Alles wat we hier mee doen, dat is hier. En dit stukje zou kunnen zijn, dit stukje call side code. Dat is wat hier staat ergens, daarom. De compiler ziet dit en vertaalt dat naar bytecode. En uiteindelijk zie je dan dat wat de compiler ervan maakt is, hij weet doordat je hier een locker van strings definieert, en waarin een string ingestopt wordt in beginwaarde, en ook dat hier die string locker een getValue operatie krijgt, waarbij de compiler weet, oh, die locker heeft op dit moment strings. Dus ik krijg een string terug. Die kan dan bewijzen dat deze code allemaal type correct is.
Maar als we dan uiteindelijk kijken wat de compiler maakt van deze code, dan zien we dat die compiler daarvan maakt de ophalen van dat object, maar daar een cast aan toevoegt. Dat is een noodzakelijke operatie om te zorgen dat object, dat in deze bytecode in die locker zit, dat object element, item had het misschien moeten heten, dat is een klein typfoutje, dat opgehaald wordt en gecast wordt naar het juiste type. Dus een string, als het een stringlocker is. Ik had hier een stringlocker in moeten zetten. En voor die integer, hetzelfde, die integerlocker, getValue, daar wordt een cast voor geplaatst, zodat het object daarna een statisch type integer krijgt. En die compiler weet dat dit kan en zal dat ook gebruiken. Maar de JVM ziet alleen maar deze code. En een klein beetje extra informatie die je meestal niet gebruikt, omdat de compiler alle bewijzen die je wil leveren bij TypeSafe programmeren al geleverd zijn. Dus de compiler heeft zijn zaakjes gedaan enzovoort. Je kunt dat ook zien dat dit zo werkt door in de bytecode te kijken. Dit is zo'n beetje de de binaire machinetaal van de Java virtuele machine. En hier zie je een A load 0. Dat is niks anders dan haal de dis reference op. En dan get field nummertje 2. En dat blijkt dat blijkt item te heten in de bytecode. En dat is van het type Java lang object. En daarna een return. Dus dit is precies de get methode. Dat is dit stukje. En als we dan kijken naar wat de compiler ervan maakt aan de call side. Dat wil zeggen aan degene die de get value methode opvraagt. Dan zie je dat zo uitziet. Hier zie je een A load 1. Dat betekent de eerste parameter ophalen van de stack. En dan even kijken. Dan een methode oproepen. Dat is locker get item. Die levert een Java lang object op. En dan een checkcast. En die checkcast komt precies overeen met deze cast operatie die we hierboven hebben staan. En uiteindelijk wordt dan dat ding opgeslagen. Is dit nu get item of set item? Mag ik even kwijt zijn. Maar in ieder geval, dit is de code die de compiler ervan maakt. Waarbij die. Oh ja, sorry. Dit is precies deze code. Waarbij dit ding opgeslagen wordt in lokale variabele 3. En die lokale variabele 3, dat is als we even kijken, is dat 1, 2. En dan mag ik. Dit is in regel 43. Als we naar de Java broncode kijken, dan zien we regel 43. Dat is de eerste variabele, dus 0. Dat is 1. Dit is 2. De stringlocker heeft waarde 2. En het number heeft variabele 3. En dan eens even kijken of die checkcast dan past. In ieder geval, dit stukje code, dit stukje Java broncode en dit stukje bindcode, dat komt ongeveer overeen met elkaar. Korte les, korte samenvatting is die generic informatie die wordt door de compiler gebruikt om te bewijzen dat je programma TypeSafe is. Daarna wordt het grotendeels weggekiept en de Java virtuele machine die ziet simpelere instructies waarbij de compiler er wel voor zorgt dat die cast operatie toegevoegd wordt, zodat de JVM kan controleren wat eruit komt ook inderdaad correct is. En als het niet klopt, omdat de programmeur gevoeteld heeft bijvoorbeeld, wat kan, dan zal de Java virtuele machine op dat moment nog steeds een runtime error kunnen produceren. Maar in de meeste gevallen, als je die netjes houdt aan de regel van het gebruik van generic types, dan zal dat geen enkel probleem opleveren. Oké. Nog even van belang. Stel dat we in een performance assessment iets vragen over het gebruik van een generic type, bijvoorbeeld een ArrayList of een hashmap, dan willen we ook zien dat jullie die ArrayList juist definiëren. Dus als we een ArrayList van auto's moeten hebben, dan zal het een ArrayList van car zijn, of van studenten, dan zal het een ArrayList van student zijn. Hetzelfde voor hashmaps, van string naar student bijvoorbeeld, dat zou allemaal kunnen. Dan zullen we dat, als we dat vragen, als we dat expliciet vragen, dan zullen we dat in de bytecode ook nakijken. Dus dan is het fout als je de generic code niet juist gebruikt hebt. Als je de informatie verkeerd gebruikt hebt. Het volgende onderwerp is. Dan gaan we even wat op detail ingaan. Op het gebruik van de meest populaire datatypes die Java heeft. Dat wil zeggen de collection types die Java heeft. Dat is enerzijds de ArrayList. Dat is een beetje het universele of het Zwitserse zakmes wat lists betreft.
Het heeft een hele hoop prettige eigenschappen. Je hoeft bij wijze van spreken niet na te denken hoe je dat ding vult en hoeveel erin gaat. Want die RLS die past zelf zijn inhoud aan. En je hoeft er bijna niet bij na te denken. Je hoeft alleen maar dingen te definiëren, aan te geven wat voor soort elementen dat erin gaan. En die dan de vervolgens erin stoppen of eruit halen enzovoort. De andere is de hash table, staat hier. Dat had het hash table moeten zijn. Ik hoop jullie dat begrijpen. En dat is een andere datastructuur. En die maakt het mogelijk om zaken op te slaan en op te zoeken. Zonder dat je moeilijke dingen hoeft te doen als van hoe stop ik nou een string in een verzameling. En hoe kan ik die string eenvoudig terugzoeken. Dat gaat met behulp van die hash table. En dat stoort me zodanig dat ik dat toch even aanpas. Want dat ziet er niet uit. Even kijken. Ja, hash table. Zo. Dan. Oeps. Oh, dat gaat hier niet. Dat is altijd. Nooit meer het van de les doen. Even hier, hoppakee, nog een keertje lager en dan make. Hier. F5 en dan staat er in ieder geval wel hash table. Oké, bijvoorbeeld wat we dat gaan doen, moeten we heel eventjes kort hebben over arrays. Arrays zijn een belangrijke datastructuur en die belangrijke is zodanig belangrijk dat die in de JVM ook de betekenis heeft dat die heel erg efficiënt gemaakt wordt. Je zult zien in Java zelf, in de virtuele machine, worden heel veel arrays gebruikt. Omdat de toegang tot arrays heel erg snel is. Je kunt elk element uit een array ophalen in een hele korte tijd. We noemen dat order 1. Dat is de snelste tijd die je zo'n beetje kunt bereiken. En dat is heel voordelig. Tweede is, er is bijna geen overhead aan een array. Het enige wat een array zelf bijhoudt is het type dat erin gestopt wordt. En je kunt arrays definiëren voor primitieve types. Je kunt dus een array van booleans maken, of van ints, of van longs, of van char, of van double. Dat kan allemaal. Maar je kunt ook arrays maken van reference types. En in alle gevallen onthoudt het array niet alleen wat erin zit, wat voor type dat erin zit, maar ook wat de lengte van zo'n array is. En dat is een verschil met programmeertalen die al bestonden en veel gebruikt werden in de industrie voordat Java geïntroduceerd werd. Waarbij er geen controle is op het gebruik van indices. En Java heeft de keuze gemaakt om dat heel streng te controleren. En ervoor te zorgen dat je nooit buiten de grenzen van het array toegang kunt krijgen. Als je het probeert, dan krijg je een runtime exception. Een argument out of bound exception. Oh nee, index out of bound exception in dat geval. En nou ja, dat is een voordelig goed iets. Want dat maakt het mogelijk om programmeerfouten die je eventueel zult maken, omdat je voorbij de grens van het array probeert te benaderen, tegen te gaan. Om te illustreren dat een array niet alleen eenvoudige types zoals string en double of student of auto kan bevatten, maar ook abstracte typen, heb ik dit voorbeeldje gemaakt. Ik heb hier een array van numbers gemaakt en number zelf is een abstracte klasse. Dat kun je zien als je deze link zou volgen. Dan zit je hier, waar zit je dan? Dan zit je op mijn eigen systeem. Ingericht zoals de stick, dan zie je dat je hier bij de number class uitkomt en dan zie je dat dit een abstract class is. En die number class, dat is de superklasse van al deze dingen. Onder andere van int, van float, van short, van wat staat double, byte en nog een paar dingetjes. Big integer zelfs, die staat er ook bij. En ook dat heb ik mijn voorbeeld opgenomen. Dus ik heb hier in dit array gedeclareerd. Ik heb gezegd ik wil 7 numbers hebben. En het eerste nummer, dat maak ik simpelweg en daar geef ik de waarde 1 aan. Maar omdat ik die nummer als een reference type gedefinieerd heb, dat die nummer is een abstract type en dat levert dus een reference type op, wordt dit geconverteerd naar een integer object. Want deze 1 is de kortste schrijfwijze om een int aan te geven. Als ik een long wil specificeren en ik wil dat expliciet maken bij een getal dat kleiner is dan de maximale int, dan moet je daar een hoofdletter L of een kleinletter L achter zetten. Verstandig is om de hoofdletter L te gebruiken om de simpele reden dat de kleine L erg veel op een 1 lijkt. En dan zou hier 21 lijken te staan, maar dat is dan niet zo. Dus object plaats positie 1, dat wordt een long. De number op positie 2, dat wordt een 0.6f. En die f die staat voor float.
Als je een comma getal schrijft zonder die F erachter, dan wordt het, ik denk per definitie een double, maar dat weet ik niet 100% zeker, dat kun je uitproberen. Als je het expliciet wil maken, dan zie je hier een F gebruikt en in dit geval positie 3. Daar zie je dat er 1.2.3.4 staat met een D'tje erachter om aan te geven dat hier een double bedoeld wordt. Je mag dat ook met een kleine D schrijven als je dat zou willen, maar een goede gewoonte is om al die postfixes te schrijven met een hoofdletter om daarin consistent te zijn. We hebben net in die Java-code gezien dat dat number niet alleen van de superklasse is van die wrapper types, maar ook van big integer bijvoorbeeld, en big decimal zelfs, dat ben ik nog vergeten toe te voegen. Maar je ziet dat dit reference type wordt simpelweg geaccepteerd. En hier zie je dan een big integer met 10 tot de macht 32. Dus dat is een serieus groot getal. Dan tellen we nog een integer waarde 1 bij op. En als we dat uiteindelijk laten lopen, dat zal ik zo meteen doen in de IDE, dan zullen we zien dat dat werkt. De laatste twee types, dat is een byte en een short. Die horen ook allebei tot de number types. Een byte is een 8-bit getal, unsigned. En een short is een 16-bit getal, ook signed. Sorry, een byte is signed en een short is ook signed. En zullen we zo meteen even zien wat het oplevert als we dat programma uitvoeren. En dat gaat dan hier. Hier zien we... Sorry. Nee, dat gaat... Dat gaat... Dat even kijken. Array demo. Ja, dat is deze. Oeps. Array demo. Hier zien we dit programmaatje staan. Hier zien we die waardes gedefinieerd. In de klasse bovenaan is numbers als een field gedefinieerd. Om een aantal mogelijkheden te laten zien met behulp van deze arrays. Laat ik eerst maar eens het programmaatje simpelweg laten lopen. Wat we zien dan is dat als eerste een numbers demo gedraaid wordt. En daar wordt die for loop dus vertoond. En ja, dan laat ik dit nog eventjes commentaar zijn. Dat gaat dan zo meteen gebeuren. Dus ik laat dit programmaatje nu lopen. Kijken. Gaat dat als ik daarop druk? Nee, dat is het verkeerde programma. Dat moet ik niet hebben. Weg heen. Even kijken, ik moet dan dit programma vastzetten. Dit misschien ook weer groot maken. Als ik dit programma laat lopen, dus rechtsklik, dat is run file shift F6. Dan zien we dat, dat er uitvoer geproduceerd wordt. Dan zien we dat die numbers eerst 1 is. En ik vraag aan dat nummer niet alleen wat zijn waarde is. Dus een toestring, maar dat is feitelijk wat er gebeurt. Maar ik vraag hem ook, wat ben je voor type? En dan zie je dat het eerste getal is een integer, het tweede is een long, het derde is een float, het vierde is een double, het vijfde is een big integer, zoals je achteraan ziet, met deze waarde, dus 10 met een hoop nullen en een eentje aan het einde. De byte die ik gedefinieerd heb als 0xEE, dat blijkt een negatief getal te zijn, een negatief 8-bit getal, want in Java is een byte is een signed waarde, signed 8-bit getal. En voor die short dan zien we dat die er vrijwel ongeschonden uitkomt. Dat wil zeggen dat die waarde 20.000, zoals ik hem hier opgeschreven heb, die levert inderdaad 20.000 op. Ik zelf vind het een leuk feature dat je in Java sinds nou, een paar jaar ook een getalscheider kunt toevoegen. En dat maakt je code vaak veel sneller leesbaar. Omdat je dan niet al die nulletjes hoeft liggen af te tellen van hoe groot is dat bereik nu ongeveer. Dus best wel een tip om daar gebruik van te maken. Arrays zijn dus een belangrijk type. En die worden daarom veel gebruikt. Omdat ze heel erg efficiënt kunnen zijn. En ook een ArrayList zelf, daar wordt een array gebruikt om de opslag te realiseren. En dat wil zeggen dat alle snelheidseigenschappen die array heeft, door ArrayList wordt overgenomen. Dat wordt daar ook mee bereikt. Het belangrijke voordeel van een ArrayList is dat op het moment dat die array dreigt vol te raken, of beter gezegd vol is, dan maakt ArrayList een nieuwe array aan, kopieert dat oude spul erin en zet die nieuwe array op de plaats van de oude array en kan dan vervolgens met een groter array, dus met een grotere capaciteit, verder. Dat is fijn om te weten. Dus dat betekent dat je met zaken als van heb ik wel voldoende plek gereserveerd in mijn ArrayList, daar hoef je je helemaal geen zorgen over te maken. Dat gaat zonder problemen. Wat belangrijk is om ook te vertellen is dat je kunt in Java sinds, ik denk Java 6, maar het kan ook 5 zijn, ook een zogenaamd var args parameter mee kunt geven.
Je kunt een variabel aantal elementen meegeven in de parameter. En dat staat hier op regeltje 30. Daar staat een var args methode. En dat is, die is eigenlijk gedefinieerd als met puntje, puntje, puntje. Drie puntjes is van belang, dat je daar op drie puntjes schrijft. En daarna nums. En dat betekent dat de Java compiler die snapt dan, als ik hier een lijstje van getallen tegenkom bij de aanroepende kant, dan moet ik dat simpelweg vertalen in een array met dezelfde inhoud. Met de inhoud die gelijk is met het aantal parameters dat meegegeven wordt. En dat wordt meegegeven. Met andere woorden, dit is eigenlijk niks anders dan een sortiment van andere schrijfwijze voor een array. Dat betekent ook dat deze methode zelf die variabele nums hier kan zien als een array. Dat heb ik hier niet zo expliciet gemaakt. Ik zal dat nog even met een for i doen. En dan zie je hier dat dat simpelweg benaderd wordt als een array. En die nums die worden er simpelweg via een, die kun je er simpelweg via een index uithalen. Ik heb hier voor de for each loop gekozen. Maar het kan dus allebei. Ik kan deze regel zelf kopiëren. En daarboven nog een keer neerzetten. En dat eens even kijken. Dan heb ik hier moet ik natuurlijk wel wat even aan de zaak aanpassen. Zo makkelijk kom ik er niet vanaf. Ja, gewoon num. Zat. Makkelijk zat. En ook hier num neerschrijven. Want num is de variabele van uit dat array. Dus dat is dat nummer. En dat nummer kan ik zijn waarde vragen. Dat wil zeggen, vragen van laat mij jouw inhoud eens zien via toString. Dat is feitelijk wat er gebeurt. En vervolgens vraag ik dat num ding zelf ook wat zijn klasse is. En dat print ik dan uit. Dus als ik dit programmaatje nou nog een keer laat draaien. Dus simpelweg op de herhaalknop drukken. Dan zal dezelfde inhoud er twee keer uitkomen. Dus even kijken. Waarom doet hij dat niet? Nou ja, dit vind ik ook niet heel erg belangrijk. Je begrijpt dat, dat het een of het ander het zou het moeten doen. Ik moet dat ding even goed draaien. Ja. Shift F6, hoppakee. Het blijft me storen natuurlijk als het niet werkt zoals ik het zelf verwacht. Hier zien we, mijn fout. In het begin van dit stukje heb ik natuurlijk deze variabele uitgeschakeld. En dat kunnen we nu gaan doen door deze var args demo aan te roepen. En die eerdere uit te zetten. Want die is niet zo spannend. Even kijken, gaat dat allemaal goed? Nee, dat gaat niet goed. Laat ik het zomaar uitvoeren. Dan is dat het goed is, komt daar te staan. Je ziet hier het oorspronkelijke stukje tekst nog. Dat is deze system out print line. Maar deze methode die vult ook stiekem die nummers allemaal, dat nummer array, die zet die waardes allemaal op deze waardes. Dus ik kan niet dit stukje code weglaten voordat ik dat ander doe. Maar laat ik dat eens proberen wat er gebeurt, want dat is altijd leuk. Experimenteren is voor de dapperen, zeg ik vaak. Stel dat ik deze methode niet zou uitvoeren voordat ik die arrays demo, var args demo uitvoer. Dan krijgen we zeer waarschijnlijk een probleem. En jullie mogen uitleggen waarom. Nee, krijg je geen probleem. Tja, jammer dan. Even kijken. Nee, dan krijg je geen probleem. Is dat erg? Nee, is niet erg. Als maar met een experiment. Dan gaan we dat even weer terugzetten. Evengoed, in die var args demo, want dat is de methode waar ik het net over wilde hebben, dat is deze methode waarin je met die puntje, puntje, puntje aangeeft dat er een variabele aantal argumenten kan zijn, dus een variabele aantal parameters op die lijst. Het kunnen 1, 2, 10, 100 parameters zijn, dat als je maar voldoende waardes typt in deze variabelen, dan gaat dat zonder meer. En dan zie je ook weer dat dezelfde output er gerealiseerd wordt, en dan zie je ook dat er twee keer output gerealiseerd wordt. Ja, zoals we eigenlijk zouden moeten verwachten. Hier dus nog een keer het programmaatje laten lopen. Repeat. En dan zullen die twee streepjes ertussen komen. Ja, of die
die streepjes ertussen komen. Oké, dat is tot zover wat ik wilde vertellen over array. Er zijn wel een paar dingen die nog wel van belang zijn. In tegenstelling tot een hoop andere dingen, met name ArrayList en HashMap en dat soort zaken, allemaal de collection types, is array zelf niet generic te maken. Een array is of een van de primitieve types, dus er zijn er 8, of een generic, een reference. Maar je kunt niet aangeven een array van student bijvoorbeeld, of een array van cars, of wat dan ook. Dat gaat niet. Dat wil zeggen, je kunt dat niet met een type parameter doen, hè? Dus met die spitse haken, dat gaat niet. Je kunt wel natuurlijk, zoals je hier boven ziet, dat je een array van numbers kunt aanmaken, maar dat is geen generieke declaratie. Je kunt geen array van ArrayLists maken bijvoorbeeld, of een array van lockers, eerder een voorbeeld. Hè. Je kunt geen array van lockers aanmaken en daarbij bijzetten dat die locker van type string is. Dat gaat niet, dat wil niet. Tweede wat ik nog moet zeggen is, als je zo'n var-args-constructie gebruikt, en je zult zien dat steeds meer in de mode komt, dan moet je aan denken dat die var-args-parameter altijd de laatste moet zijn in het lijstje. Dus, want alles wat ervoor kan, dat zou anders opgevreten worden door die var-args-lijst. Zeker als dit van een reference type is, dan eet hij alles wat daarna komt simpelweg op, want alle reference types die worden dan ook als object herkend bijvoorbeeld. En zo gaat die compiler ermee om. Dat staat ook in de documentatie. Is dat ding, als je zo'n parameterlijst hebt met die puntjes, dan moet je die als laatste in de parameterlijst gebruiken. Dat dat ook werkt en dat dat backwards compatibel is, kun je ook hier laten zien. Dat zie je niet zo heel vaak. Maar ik kan ditzelfde programma ook declareren als een rijtje van args. En waarom doe ik dat? Nou, eigenlijk komt het daar vandaan. In C kon je al heel lang, eigenlijk al vanaf het begin, kon je var-args declareren. En dat kon ook heel makkelijk, omdat in C geen enkele controle is op array-lengtes. Dus er hoefde niks bijzonders te gebeuren. Met het gevaar dat je dan vervolgens te veel van die argumenten meeneemt. Of voor die lijst grijpt, of wat dan ook. Maar het kon toen al. En dat is een van de redenen waarom var-args ook in Java ingevoerd is. Omdat het op een aantal plaatsen toch wel heel erg belangrijk en nuttig is. Met name op die methodes die ook uit de C-wereld komen. En dat zijn de hele printf-familie. Waarbij je een formatstring kunt aangeven. En vervolgens een lijst van variabel aantal parameters. En dat kun je dan heel eenvoudig met zo'n var-args referentietype kun je dat dan behandelen. Oké. Er moet ook nog wat verteld worden over... Ja, ik ga ook nog ietsjes vertellen over... over arrays en dan multidimensionale arrays. Daar heb ik hier niks van aan de tekst staan, maar wel hier als codevoorbeeld. Ik heb hier een tweedimensionaal, althans zo lijkt het, een tweedimensionaal array gedeclareerd van strings. En dat heet values. En Java kent eigenlijk geen meerdimensionale arrays. Java kent eigenlijk alleen maar enkeldimensionale arrays, maar de elementen in zo'n array mogen wel weer arrays zijn. Dus je kunt een array van arrays, van arrays, van arrays, zou je dat willen maken, zo naar believen. Echter, elk van die arrays is enkeldimensionaal en je kunt simuleren dat het een meerdimensionale array is. Het is geen echte multidimensionale array zoals bijvoorbeeld de taal als Fortran dat kent of Pascal. Waarbij dan die meerdimensionale array dan ook netjes rechthoekig is. In Java is omdat we alleen maar eendimensionale arrays kennen en in zo'n array andere arrays kunnen stoppen, betekent het ook dat de lengtes van die arrays in die arrays niet gelijkaardig hoeven te zijn. En hier dat zie je in dit voorbeeld. Ik heb hier in deze values, daar stop ik. Op positie 0, daar stop ik een array van lengte 3 in. Op positie 1 een array van lengte 2. Op positie 2 een array van lengte 4. Eentje van 3 en eentje van 1. Dat gaat allemaal om de simpele reden dat die elementen van dit op string array, op dit niveau, allemaal arrays zijn. En die mogen van, daar is geen enkele beperking op de lengte. Of er wordt niet aangegeven dat die allemaal van dezelfde soort moeten zijn. En je kunt dan vervolgens die dingen uitgeven. Dus als ik dit programmaatje laat lopen, Shift F6, komt er helemaal niks spannends uit. Dan zie je dat
wat eruit komt is precies de inhoud van die arrays. Ik heb de letters aan elkaar geplakt. Ik heb er een haakje, een rechthaakje voor gezet. Ik heb ze. Wat heb ik gedaan? Oh, ik heb ze niet eens aan elkaar geplakt. Ik print ze simpelweg uit. En ik plak aan het einde van die regel nog een rechthaakje met een printline, zodat een regel. Een nieuwe regel ontstaat. En dat is het hele verhaal. Wat ik hieronder doe is. Je kunt een race ook streamen. Dat is misschien toch wel fijn om dat nog even te vertellen. Dat zien we hier. Er is een utilities klasse die heet arrays. En in die utilities klasse zit een methode die heet stream. Daar kun je een array in stoppen. En vervolgens levert het dus een stream op van de elementen in dat array. En omdat in dit geval die elementen in dat eerste array zelf weer arrays zijn, kun je die ook nog een keer vertalen met behulp van de flat methode. En daar ook weer een arrays, een stream van maken. Dus elk array in de oorspronkelijke stream wordt hier opgepakt als A. En die wordt zelf weer gestreamd, zodat we uiteindelijk alle tekens achter elkaar zetten. Dus we zetten dan A, B, C, D, E, F, D, E, G, H, I, J, K, L, M en Z achter elkaar. En je ziet uiteindelijk dat dat ook het resultaat is van deze operatie. Dus je kunt ook met die arrays, met een array kun je ook trucjes uithalen die we al in de stream les gezien hebben. En dat gaat op die manier ook verder. Niet laten afleiden dat er wat de rest staat. We hebben ook in de MOOC hebben we een al gezien over lijsten. En of, dat gaan jullie nog zien, want dit is week 12. Week 8 die nu te gaan bestuderen. Als je daar kijkt naar de voorbeeldcode, dan zien we daar een lijst staan. Even kijken. Dit zijn arrays weer. Even kijken, waar staat dat lijstding? Even terug. Moment, want ik ben even de draad kwijt. Oh ja, daar wordt een tab. Daar wordt een simpele arraylist, een lijst geïmplementeerd. Op de manier zoals arraylist dat zelf ook doet. Kijken of ik dat in grootheid kan vinden. Arraylist en hashtable. Ja. Eerst nog iets verteld over arrays. Dat hebben we net al gezien. Een beetje verder. Ja, hier zijn de lijsten. En hier zien we een arraylist die gemaakt wordt. Waar je elementen aan toevoegt. En hier hoe je zelf een lijst zou kunnen definiëren. Dit is een zelfgebakken lijst, zo zou je kunnen zeggen. En die zou je mylist noemen misschien. En daar kun je een of ander type in stoppen. Dat hier type staat, heeft precies dezelfde betekenis als dat wanneer er één letter staat. In Java zelf zie je heel vaak dat er maar één letter gebruikt wordt, maar er is niks op tegen om daar een langer woordje te gebruiken als je dat nuttig zou vinden. Dus dat mag. En deze type en die type, die zijn allemaal hetzelfde. De implementatie van dat hele ding gaat er dan zo uitzien. Hier zien we dat we een list construeren. En die list, die constructor van die list, die zorgt ervoor dat dat values ding geïnitialiseerd is. En let even op, dit stukje wijst erop dat die type eigenlijk simpelweg een array van objecten is. En deze cast zorgt er dan voor dat de compiler zegt, oh, dat is goed, dat snap ik. Hij snapt dan, hij accepteert dan dat we hier weliswaar een array van objecten neergezet hebben, maar dat we daarmee die values, dat values ding vullen. Het is nog steeds een array van object en niet een array van type, maar de compiler zegt van oké, alles wat je daarin stopt, als het maar van type type is, dan accepteer ik dat. En je zult ook zien dat dat zonder cast gaat, want hij zegt die type gaat er hierin en dan vervolgens wordt die dat element toegevoegd op de eerste vrije plaats. En die vrije plaats wordt dan vervolgens vergroot. Dat hele stukje ga je zelf bestuderen, want daar hebben we in deze les niet zoveel tijd voor. Maar wat er ook gebeurt is dat ding, die arraylijst, zoals een arraylijst zelf ook, dat die elementen, dat die lijst kan groeien. En op het moment dat je er een element in stopt terwijl het ding vol is, dan zal zo'n lijst, deze lijst, maar ook ArrayList, die zal een nieuwe array maken, de oude spullen erin kopiëren en vervolgens het nieuwe element aan de einde toevoegen. Dat gebeurt hier ook. Daar gebruiken ze
een methode voor om dat array te laten groeien. En eens even kijken hier. Wat ze hier doen, weet ik even niet. Maar om dat ding te, zaakje te laten groeien, dan doen ze een of andere kopieactie. En dat kun je iets efficiënter doen met. Oeps. Nee, dat wil ik niet. Hoe kom ik nou in godsnaam hier terecht? Nee. Tjie. Ja, het is mij te moeilijk. Dan zijn we weer bezig moeten. Het list van het type. Daar staat een stukje code in waarbij je met een for loop de spullen kopieert. Maar een beetje programmeur die weet dat er methodes zitten in de arrays klasse, in de arrays utility klasse. Eentje van die heet copy of. Die kun je aangeven wat moet de nieuwe lengte worden. En die doet alles in één keer. En die heeft ook nog het voordeel dat hij dat onder water met echte machine instructies doet. Dus dat gaat veel sneller als wanneer je dat met een for loopje in Java zou programmeren. En zo zijn er meer van die hulpmethodes die je kunt gebruiken. Het is altijd verstandig om die utilities klasse af en toe eens een keer open te maken en er eens doorheen te bladeren. Kijken of er niks nuttigs in zit wat je eens een keer zou kunnen gebruiken. En je weet ook allemaal dat die informatie simpelweg aanwezig is tijdens het performance assessment. Je kunt dus die zaak ook simpelweg opzoeken. Het volgende onderwerp, en dat is eigenlijk het belangrijkste stuk van deze les, en daar hebben we nog een klein uurtje voor, is de manier waarop je een hashmap kunt maken. En een hashmap maakt gebruik van de eigenschappen van een array, en anderzijds gebruik van de manier om snel een element in een array te kunnen vinden door de elementen die je gebruikt als key en in zo'n map door die te vertalen in een of ander getal dat je gebruikt min of meer als een index in het array. Om dat te laten zien ga ik een tekeningetje maken en dat tekeningetje dat zal dan dus bestaan uit een array en dat array dat bevat referentietypes. En excuse me. Dat de array bevat referentietypes en dan moet ik zelf een klein beetje spieken dat ik het ook goed teken. Hoe het er namelijk uit gaat zien als we een array maken. 2, 4, 6, 8, 10. Als dit mijn array is, hoppakee. Het ziet er redelijk netjes uit. Dat zijn er nu 2, dat zijn er nu 4. En nu zijn het er 8. Dat zijn de array-elementen. Die array-elementen, daar zou je in eerste instantie simpelweg een waarde in kunnen stoppen. Dat wil zeggen een referentie naar een waarde. Bijvoorbeeld, ik kan zo'n array laten wijzen naar een string. En die string bevat de waarde hello bijvoorbeeld. Ja, als ik op die manier mijn zaak op zou kunnen slaan. En ik zou dan ook kunnen zeggen dat daar een koppeling aan is. Als die hello is de key en het woord wat erachter zit, of de string die erachter zit, is de waarde van die hoort bij die key, dan zou ik, als ik snel door deze array zou kunnen lopen, kan ik die key opzoeken door een berekening uit te voeren op de inhoud van dit array, en van deze string, en dat te gebruiken als index. Dat is precies wat er gebeurt. Wat je doet, is je berekent een hashcode. En een hashcode is een integer waarde, een integer waarde die je kunt gebruiken om als index in dit array. Maar je kunt begrijpen dat als zo'n hashcode berekent, dat kan dat een integer waarde van een willekeurige waarde zijn. Dat zou betekenen dat je buiten dit array zou kunnen gaan. Als je de hashcode van hello zou berekenen, dan zou je zien dat dat iets van 80.000 is of zoiets. Geen idee wat dat echt is, maar dat zou kunnen. Dat is natuurlijk veel groter als de array wat een totaal 8 elementen bevat. Wat we nou doen, is die hashcode, daar gaan we maar een gedeelte van gebruiken. De laagste bits, zo gezegd. Dus stel dat die hashcode is 80.000, nou dit ga ik niet opschrijven, maar in ieder geval een of ander getal, maar dan binair opgeschreven.
daar gaan we maar een stukje van gebruiken. En in dit geval, omdat ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 positiehashes heb, kan ik maar 3 waarden gebruiken. De onderste 3 bits. In hashcode zul je, in een hashmap zul je zien dat dat array steeds een macht van 2 groot is, door met behulp van een binaire AND-operatie, een bitwise AND-operatie, dat simpelweg de overtollige bits af te snijden. Dat doen we met een AND-operatie, waarbij hier allemaal nullen staan, en dat ik daar een AND-operatie op uitvoer, binaire AND, dan blijven alleen maar deze onderste bitjes over. In dit geval zou dat betekenen dat we op deze positie van dit array terechtkomen. En als we die hashcode dan berekend hebben van een string, dan zou die string hier kunnen staan als key. En de bijbehorende waarde die kan dan vervolgens achtergehouden. Bijbehorende key, k en de value kunnen dan op deze manier in de structuur gehangen worden. Om dat in feitelijk te doen is het een klein beetje complexer als dit, maar het basisprincipe is hiermee uitgelegd. Door van een key, een hashcode te berekenen, daar maar een gedeelte van de bits te gebruiken, kan ik toch dit array gebruiken om die waarde op te slaan. En vervolgens bij het terugzoeken weer opnieuw die key, die hashcode te berekenen en dan simpelweg dat element te pakken. Er zitten natuurlijk een paar stomme dingen in. Je zult begrijpen dat als je nog meer elementen toevoegt, dat er sommige keys dezelfde hashcode opleveren. Of, en dat is nog waarschijnlijker, na deze operatie in ieder geval dezelfde waarde opleveren. Zodat bijvoorbeeld een volgende waarde die je toevoegt, hier aan toegevoegd zou moeten worden. Die levert ook weer dezelfde hashcode op als dit. En komt dan in deze positie van het array terecht. De nieuwe hashcode zou ook bijvoorbeeld 32 kunnen zijn. En 32 modulo 8 is ook weer 0, dus dat zou hier aan toevoegd moeten worden. Maar die positie is al bezet, dus dat kunnen we niet gaan gebruiken. Wat we doen om dat probleem te voorkomen is, dat als we een zogenaamde hash collision hebben, dan gaan we niet simpelweg dat element overschrijven, maar we maken er een ketting van elementen van. Dat wil zeggen, bij een volgende element dat op dezelfde plaats in dit array, misschien moet ik dan toch wel even de naam van dat array erbij zetten. Dat array heet buckets. Dat zijn emmertjes. In de literatuur zie je die dingen steeds bucket genoemd. Vandaar dat ik dat woord ook maar overgenomen heb. Omdat het makkelijker is om dat dan te volgen. Als je in dezelfde bucket terecht zou komen, dan zou je dan het volgende element toevoegen. Door aan het einde van dat lijstje wat er al eventueel in zit, een nieuw element toe te voegen. Die structuur die wordt een klein beetje complexer. En dan ga ik ook weer proberen te tekenen op een volgende blaadje. Dat is weer mijn array tekenen. Hoppakee. En ook weer een array van de grootte van 2 macht. Dus dit zijn er 4. Dit zijn er 8. Wat ik in zo'n array ga stoppen, in die buckets ga stoppen, is niet direct de key waardes, maar ik ga er een zogenaamde node in stoppen. En die node zelf is een object dat enerzijds een waarde kan bevatten, een key en een value. Dat wil zeggen, daar zitten we een referentie in naar een ander object, dat noemen we de entry van onze map. Dit ding is zelf een node. En die node zelf, die kan ook naar een opvolger wijzen. Die kan wijzen naar een volgende node. En die volgende node kan natuurlijk ook weer een entry bevatten. En als die node er is, heeft die ook een entry. Want anders is dat ding niet nodig. Dus deze volgende node wordt dan toegevoegd. En dat kun je net zo lang doorvoeren tot alle elementen die in deze ene bucket terecht moeten komen, tot je die kwijt bent. En dan zal de laatste node in dat hele lijstje, stel dat dit nog een keer zo'n ding is met een K en een V. Als dat de laatste blijkt te zijn, is nog een node, dan staat hier aan het einde een nul waarde. Hè? Dat is een nul waarde die we daar hebben staan. En alle voorganger elementen die wijzen naar dat array. Zijn daar vragen op? Is dat een beetje te volgen?
is dat een beetje te volgen. Dat is eigenlijk het plaatje wat hier staat. We hebben hier een array. Ik denk ook dat dat 8 elementen groot is. Op het moment dat we een key value pair opgeslagen hebben, waarbij we de hashcode ervoor zorgt dat we in deze bucket terechtkomen, dan stoppen we in die bucket, daar stoppen we een node in. En die node zelf, die wijst naar enerzijds de entry, dat is het key value pair. En anderzijds kan die wijzen, als er opvolgers zijn, naar een volgende node in die lijst. En op die manier kunnen we dus een per bucket een potentieel een ketting opbouwen van dit soort lijst. Let er even op dat dit cyaankleurige diagram is geen klassendiagram, maar een zogenaamd objectdiagram. Hier zien we dus losse objectjes staan. Hè? Een objectje van type node, nog een objectje van type node. En hier zien we een entry en hier zien we een key en een value. Je kunt de objectdiagrammen overigens herkennen, doordat er altijd een dubbele puntje staat, zoals hier voor die entry, en een streep onder staat, om aan te geven dat er een verschil is tussen deze dingen en de objecten en de zaken die we in de klassendiagram hebben. Dezezelfde structuur die je zo als ketting kunt voorstellen met objecten, dus dat is heel goed inzichtelijk te maken, met een simpel plaatje. Dat kun je ook in een klassendiagram voorstellen en dat ziet er dan als volgt uit. Een entry is heel simpel, dat is een key value pair, dat is niks apart. Dat is het generieke type. En het generieke type is hetzelfde als dat generieke type van de MyHashMap. En daarin zit vervolgens een array, dat zie je hier staan, van buckets. Dat heet buckets. En dat array zelf bevat nodes. En die node die bevat enerzijds een entry en anderzijds een verwijzing naar een object van hetzelfde type. En dat is deze verwijzing. Dus dit is hetzelfde als die next die hier staat. Dat diamantje hier en deze operatie komt overeen met wat hier in het geel getekend staat. Dus dit is de overeenkomstige structuur in een klassendiagram. Dat is snel uitgelegd en dat zou je kunnen zeggen, dat is dan ook vrij snel geprogrammeerd. Dat valt tegen als je het goed wil doen en dan helemaal correct wil krijgen. Dus daar ben je toch wel een uurtje of wat zoet mee. Als je nog niet precies de aanwijzingen hebt gekregen of uitgewerkt hebt om dat te programmeren. Maar als je dat uiteindelijk probeert, dan is er toch wel wat broncode bij te schrijven. En dat ziet er als volgt uit. We beginnen aan de meest eenvoudige stukken. Dat is de entry, dat is dit objectje. En je ziet dat dat een heel klein objectje is, een hele kleine klasse. Die definieert een key, die definieert een value. Dat is precies wat overeenkomt met hier. En ook nog een key hash. En waarom heb ik dat gedaan? Als je die hashcode van objecten telkens opnieuw moet gaan berekenen, kan dat best een dure operatie zijn. Het voorbeeld zou kunnen zijn string. Dus als je een lange string hebt en je moet die hashcode berekenen, dan moet je door die hele string fietsen om die waarde van die hashcode te bepalen. Maar gelukkig is het bij string zo dat als die waarde eenmaal bepaald is, zal die altijd hetzelfde worden. En in de string zelf wordt die eenmaal berekende hashcode ook opgeslagen. Dus dan kun je dat besparen. Maar er zijn andere objecten, bijvoorbeeld je eigen gemaakte car-object of student-object, die zal die hashcode steeds opnieuw berekenen als je die niet opslaat. En omdat we bij die key regelmatig gaan vragen, heb je dezelfde hashcode als dit ding, zullen we die waarde willen opslaan, die eenmaal berekende waarde. Want omdat die key final is die hashcode ook precies altijd dezelfde, kunnen we die net zo goed in één keer opslaan en dan bewaren voor een eventuele volgende gebruik. Nou, er zitten dan een getter en een setter aan. Dat wil zeggen, de value kunnen je wijzigen, de key niet. Want die is final, zoals je daarboven kunt zien. En je kunt, wat staat hier? Hier staat wat tussen wat er niet hoort. Hier staat simpelweg de return key. Dat moet ik ook heel even wijzigen, want dat blijft storen. En dat is niet fijn. Waar staat dat ding? Dat staat hier. Ja, dat moet hier weg. Zo. F5 en dan komen we weer zelf de plaats uit. Dat wil zeggen, ja. Dan zien we hier dat rommeltje wat daartussen staat is verdwenen. Dus dit is een simpele get-methode en dit is een simpele get-methode. Dus dat is heel erg simpel. Die node-klasse is eigenlijk nog simpeler.
Die bevat niks anders dan een entry van het type wat hierboven gedefinieerd is. En een verwijzing naar een object van hetzelfde type. Dus een opvolger buurman. Dat heet Next, dat is een klassieke naam daarvoor. En vervolgens heeft hij twee constructors. Eentje waarbij hij een entry neemt. Dat wil zeggen, hij slaat het entry object op. En dat betekent impliciet dat die next nil is. Want zo werkt Java. Als je een field niet definieert, dan krijgt het de default nil waarde. En er is nog een constructor en die neemt een node. En die zorgt ervoor dat de next gedefinieerd wordt, maar entry zelf niet. En dat laatste stukje, dat zullen we zo meteen gaan gebruiken als een dummy cursor. Om door het lijstje van die elementen te lopen die we in die buckets willen opslaan. Hier zijn een klein beetje over package en package private. Daar ga ik nu even niks over vertellen. Dat doe ik wel als we daarna gaan toekomen. Misschien zijn er nog vragen over. Maar we gaan dus eerst even kijken naar de get-methode. Als er één eigenschap van een hashmap belangrijk is, dan is dat wel dat de get-methode snel moet zijn. En snel betekent vaak, maar niet altijd, dat het ook niet zo al te veel code is. Nee, niet te geloven. Dat is een of andere kopieeractie mislukt. Dat staat hier nog allemaal. Ja. Waar dat vandaan komt, weet ik ook niet. Excuses. Dat hoort dan niet te staan. Ja, opnieuw bouwen. Ops. Verse die pagina. Hier waren we aangeland. Hier zijn we aangeland. Dat is de get-methode. En die get-methode, zoals beloofd, dat die zou relatief snel moeten zijn. Hij moet heel snel kunnen vaststellen of er iets in die hashmap staat. En zo nee, dan nil teruggeven, want dat is het contract. Is dan niks als de key niet voorkomt in de hashmap, dan is de value die terugkomt is nil. En dan zie je wat er gebeurt. Nou, de eerste is makkelijk. Als die hashmap leeg is, dan zijn we snel klaar. En dan kunnen we altijd 0 teruggeven. Wat we vervolgens gaan doen, is we gaan kijken aan de hand van de hashcode van de key, van deze k die daar als parameter in komt, gaan we de hashcode van berekenen en dan gaan we daarbij de bijbehorende bucket kiezen. Dat wil zeggen, we doen hier die binaire, die bitwise end operatie en snijden van die hashcode alleen maar de relevante stukjes af. Dus als ik een bucket lengte heb van 8, dan blijven de onderste 3 bitjes over. Als ik een bucket lengte heb van 16, dan worden de 4 bitjes gekozen. Als ik een 32 heb, 5 bitjes enzovoort. Maar ik heb dan vervolgens wel een index die past in het bereik van het array van die buckets. Dus ik heb een veilige index gepakt. Dan ga ik vervolgens in die bucket kijken. En als die bucket een waarde bevat, dus een referentie naar een node-object, dan weet ik dat daar wat in zit. Als het niet zo is, als er nil uitkomt, dan weet ik ook, oh, deze hashcode komt in mijn hashmap niet voor, dus de key komt in deze hashmap niet voor. Dat is zo'n beetje het idee. Want als die hashcode van deze key voorkomt in het array, dan moet ik ook een bucket vinden waar die key in voorkomt. Een lijstje, het eerste element, of het tweede, of het derde, of het achtste element. In ieder geval, dat is wat er gebeurt. Dus ik weet op dit moment al of het erin voorkomt of niet. Dat betekent ook dat ik na deze accolade weet dat die hashcode in ieder geval, deze hashcode van deze key voorkomt. En wat ik nu moet gaan doen, is ik moet die lijst nalopen. En dat doe ik door te kijken naar waar ik nu mee bezig ben. En dat doe ik, met een cursor of een variabele, die heb ik looping at genoemd, die wijst naar de inhoud van de bucket. Dus als daar wat stond, dan wijst die naar een node-object. En wat kunnen we dan doen? We kunnen dan kijken of dat node-object, waarvan de entry de key bevat, of die key vervolgens gelijk is aan de key die we meegekregen hebben als parameter in deze get-methode. Dus deze looking at.entry.getKey.equals, die is waar als deze key in deze ketting zit. En als dat zo is, dan halen we van die cursor, van die looking at, entry, dan halen we de value op en dat geven we terug als resultaat van deze get-methode. Dus op het moment dat die key voorkomt in deze lijst en het zou de eerste zijn, dan geven we hem hier terug. En dan zijn we al klaar met de methode. Dus we zijn hier in 1, 2, 3 stappen, hebben we al beslist of het object
gemapt wordt, of die key voorkomt in deze lijst. En als dat zo is, geven we de value terug. Dus dat gaat relatief snel. Maar op het moment dat dat eerste element in die bucket niet gelijk is aan die key, dan moeten we verder lopen in die lijst. Denk even, even de onderkant uitrollen. Denk wel even aan dit blauwe dingetje hier. Dan moeten we, dan hebben we het eerste element hebben we nu net gehad. En als dat die key, deze entry, dus niet die key bevat, dan moeten we naar de volgende node kijken. En van die volgende node ook weer het entry object bezoeken. En daar kijken of het key object gelijk is, equals is aan de key die we zoeken. Kant uit. En ja, dat doen we dus hier. Dus als we wat vinden, dan zijn we hier klaar. Dan vertrekken we hier met de juiste waarde. En als het niet zo is, dan verhogen we. Dat wil zeggen, dan lopen we van de ene node via next naar de volgende node. Dat wil zeggen, we wijzen dan. We zeggen dan, deze node heeft een next. En we gaan nu naar de volgende node kijken. Door simpelweg te zeggen, die looking at wordt gelijk aan looking at.next. Dus dan kijken we naar het volgende element. En dat doen we net zo lang totdat looking at, dat doen we zo lang looking at gelijk, ongelijk is aan 0. Want dan weten we dat die ketting nog steeds elementjes bevat. Komen we uit deze loop, uit deze omgekeerde while loop, dan weten we dat het element niet gevonden is. Want zou het gevonden zijn, dan zijn we hier vertrokken met de return waarde. En omdat dat niet gebeurd is, weten we aan het einde dat de key niet in deze hashmap voorkomt en moeten we de nulwaarde teruggeven. Dus worst case kan het gebeuren dat je de hele ketting afloopt en het element niet vindt. En dat is het gedrag dat een hashmap heeft. Als je dat, en als je een beetje pech hebt, dan gaat dat ook gebeuren. Dan kan het wel zijn dat een hashmap niet de performance heeft die je verwacht. Dat die langzamer is dan als je eigenlijk zou willen. Er zijn een paar trucs voor. En een van die trucs is bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat elke keer dat je wanneer je een element toevoegt, ervoor te zorgen dat er een redelijke spreiding is in die buckets. De truc die gebruikt wordt is eigenlijk vergelijkbaar met die in ArrayList. Namelijk, je maakt simpelweg een grote array, kopieert de spullen erover. En dan met een betere verdeling van die elementen over die buckets, waardoor die lijsten korter worden. En daardoor heb je een betere zoekperformance in je hashmap. Dus het niet vinden van een object kan relatief duur zijn in een hashmap. Als je zeg maar in dit while lusje moet komen en je hebt hele lange kettingen in je buckets zitten. Nou, dat is de get-methode. En dat is eigenlijk het grote voordeel van die hashmaps. Zorg dat dit relatief snel gaat. Dan kun je zo'n hashmap gebruiken. Min of meer als een array waarbij je niet indexes, dus integers gebruikt als indices. Maar strings of andere objecten die zich daarvoor lenen. Alle types die een fatsoenlijke hashcode opleveren. Poet is het vriendje natuurlijk. Die moet het een en ander realiseren. Die moet zorgen dat de elementen in die buckets opgeslagen worden in op de juiste plaats en de juiste volgorde. En dat ziet er als volgt uit. Hier staat het een en ander aan tekst uitgelegd. Ik zal dat klein kijken of ik dat in beeld kan houden. Ja, dat kan vast wel. Kijk eens, dat kan vast wel. Dan kunnen we het allemaal tegelijkertijd lezen. En misschien kan ik nog inzoomen ook nog. Ja, dat gaat ook nog. Dus dat is alleen maar prettig. Nou ja, wat we gaan doen is, lijkt een klein beetje op wat get doet. Je gaat weer een hashcode berekenen. Dat doe je één keer. Zodat je van die key bereken je de hashcode. Dat doe je één keer en die ga je straks ook gebruiken om op te slaan. Om te voorkomen dat je die hashcode vaker als één keer moet berekenen. En vervolgens kies je de emmer waar dingen in moet, de bucket waar dingen in moet. Dat doe je met dezelfde methode. Dus je snijdt er de hoogste bits van af, die gooi je weg. En alleen de onderste bits, die hou je over. Dat doe je met deze ampersand operatie. En daarmee kies je de bucket. En vervolgens ga je kijken of die bucket of die leeg is. Nou, als die leeg is, heb je mazzel. Want het enige wat je dan hoeft te doen is een nieuwe node te maken waar je die entry in stopt met key en value en de hash. En die stop je in die bucket. Je verhoogt de size meteen. Ensure capacity zeggen we nu nog even niks over. Maar we zeggen wel dat we het resultaat van deze actie retourneren. De put-operatie in de meeste maps, ook in de Java hashmap, die levert de oude waarde op, de oude v. Dus als er al een mapping bestond, als de key al voorkwam in de map,
dan wordt de bijbehorende value teruggegeven, zodat je de oude waarde eventueel kan terugvragen, kunt opslaan als je dat zou willen. Als je Hello World en Hello Moon zou willen zeggen, dan zou in de tweede aanroep zou deze put operatie Moon teruggeven. Sorry, World teruggeven, dus de eerste mapping, de eerste value die hoort bij de map. Nou, dat wil zeggen, het opslaan waarbij we de mazzel hebben dat die bucket nog leeg is, dat is relatief simpel. En dat is ook weer het voordeel van die hashmap. Dus deze put operatie kan goedkoop zijn als de emmers leeg zijn. Dan is het flat erin klaar. Is dat niet zo, dan moeten we gaan kijken naar die buckets. Dan moeten we kijken wat de inhoud is. En daarvoor is deze constructor nodig die ik al een stukje eerder heb laten zien. Ik maak hier een node waarbij ik de next initialiseer. Ik zeg namelijk, maak een node waarbij de next wijst naar de bucket die ik net gekozen heb. Ik weet dat deze bucket niet leeg is, dat er wat in zit. En ik ga met deze n ga ik langs die nodes lopen. Ik begin bij de eerste node in die bucket. En ook hier weer maak ik gebruik van zo'n omgekeerde lus. Ik moet eerst naar de eerste bucket kijken. Dat wil zeggen het eerste element in de bucket, dus de voorste node. En ik ga dan weer onderzoeken. Is van die entry de key gelijk aan de k. En ik moet dat even doen met n.next, want die next van deze node is de node waar ik naar aan het kijken ben. Als dat zo is, dan haal ik die waarde op. Als dat zo is, dan haal ik die oude waarde op. Ik zet de waarde van die entry zet ik op v, dat is de nieuwe waarde die ik meekrijg, en ik geef het resultaat terug. Dat wil zeggen, ik heb een positie in die lijst gevonden, in dit geval zou het de eerste kunnen zijn, waarbij die key precies de goede is. Ik vervang de value en geef vervolgens de oude value terug. Dat is wat er in dit stukje gebeurt. Als ik bij die eerste positie pech heb, dan moet ik naar de volgende node kijken in die lijst. Dus ik moet die ketting simpelweg aflopen. En dat doe ik weer op met hetzelfde trucje als we in die get al gezien hebben. Hier dan zie je dat. We doen hier een looking at.next. Dat gaat hier hetzelfde. Misschien ook wel looking at kunnen noemen, maar in ieder geval, dit heet nu node. En is gelijk aan at.next. Dat wil zeggen, ik pak de next van het volgende element en wijs die toe aan het ding waar ik mee wijs. Dus zodat ik daar naar de volgende positie wijs. En dan de volgende keer doe ik dat nog een keer. En dan doe ik dat nog een keer. Zodat ik die hele ketting afloop. En dat doe ik net zo lang totdat ik een positie heb gevonden waar de next nul is. Als ik dat heb, en ik ben hier nog niet vertrokken met een oude waarde, dan weet ik dat die next gelijk is aan 0. Dus als ik uit deze while-lus kom, dan weet ik dat die next waarde 0 heeft. Ja? En omdat die next zelf wijst, de n.next die is 0, maar de n zelf wijst naar een echte actieve node in die ketting. Dus ik kan die next laten wijzen naar een nieuwe node met een entry en de k en de v opslaan en de berekende hashcode, zodat ik die snel kan terugvragen. En vervolgens hetzelfde als wat hierboven gebeurt. Ik heb de map met eentje vergroot. En vervolgens ga ik met Ensure Capacity zorgen dat er voldoende plek is, dat die hashmap netjes efficiënt blijft werken. En uiteindelijk geef ik dan dat resultaat terug, net zoals ik dat hierboven doe. Dus dit stukje, dat is vrijwel hetzelfde. Dit stukje hier, dat is vrijwel hetzelfde als dit stukje dat hier beneden staat. Het enige aparte hier is dat je hier een lijst doorzoekt en kijkt of je een element vindt. Maar als je het vindt, dan vervang je de value en geeft de oude value terug. En dat is wat er feitelijk gebeurt. En alleen in het eerste en het laatste geval wordt de hashmap groter, want dan wordt er een key value pair toegevoegd. En in het geval in deze lus wordt er niks toegevoegd, dus dan blijft die map even groot, de size verandert niet. En dat is de essentie van onze hashmap. Dat is de essentie van onze hashmap en dat kunnen we natuurlijk ook in code laten zien. En dat gaat dan in Java als volgt. Dat gaat dan in Java als volgt. Kan ik dit afsluiten? Die ook allemaal afsluiten. Ja, bewaar maar, dat is goed. Dat is prima. Dan gaan we naar de implementatie kijken van onze simple map. We gaan eerst even kijken wat het ding doet.
Ik heb daar een map demo programmaatje mee bij gemaakt. Nee, jawel, toch. Ik heb daar, even denken hoor. Nee, laat ik eerst even met wat anders beginnen. Tijdens het ontwikkelen van deze map, om ervoor te zorgen dat die robuust is en dat ik geen fouten maak bij code die ik jullie laat zien, want dat is zo heel vervelend zijn, dan leer ik jullie iets aan wat fout is, dat moeten we niet hebben. Heb ik ook wat hulpprogrammetjes gemaakt. En het eerste hulpprogrammetje wat ik gemaakt heb is een programmaatje dat heet Words. En dat ding doet niks anders als op mijn machine, en zeer waarschijnlijk is dat op jullie USB-stick ook zo, een bestand op te nemen en die staat onder etc dictionaries min common words. Dat is een lang bestand met een hoop woorden in. Ik zal dat even laten zien. Class slash etc dictionary common words. Dat is een bestand met heel veel woorden in. En ik kan ook vertellen hoeveel woorden erin staan. Daar staan iets meer dan 100.000 woorden in. Dat zijn die eerste twee getallen. Dit is het aantal woorden, dit is het aantal regens en dit is het aantal tekens, letters. Dus er zijn 100.000 woorden in ongeveer. En dat heb ik gebruikt als key en value waardes in mijn eerste uitvoering. En nou ja, ik kan dat ding laten lopen. En wat dat ding vervolgens doet, even kijken waar mijn main-methode aan. Ja, hier staat die. Die main-methode die roept deze methode aan. Die zegt: haal mij uit die woordlijst die woorden die dezelfde hashcode opleveren. Want we weten dat als we een ongelukkige hashcode hebben, dan kan die ketting wel eens heel lang worden. En dat is heel vervelend, want dat betekent dat we die ketting moeten aflopen om elementen te vinden. En dat is alleen maar slecht voor de performance van onze hashmap. Dat willen we niet. We willen gewoon ervoor zorgen dat ding vlot laat lopen. Dus we gaan eerst even kijken hoe vaak komt een zogenaamde hash collision voor. Simpelweg alleen maar op de hashcode. Let even op, ik heb hier wel wat moeten doen. Ik heb hier ervoor gezorgd dat dat alleen maar positieve getallen oplevert. Want een hashcode kan een negatief getal opleveren. Als je bedenkt dat die hashcode berekend wordt door vermenigvuldigen en optellen te doen, dan vraag je je natuurlijk af, hoe kan dat? Hoe kan ik dan een negatief getal krijgen als ik alleen maar optel enzovoort? Dat is raar. Wie heeft daar een idee van? Waarom kan ik dan toch negatieve getallen krijgen? Niemand een idee? Nou, die optellingen die kunnen een zogenaamde overflow veroorzaken. En als je in een integer getallen en gehele getallen met een bepaald beperkt aantal bits simpelweg blijft dooroptellen, dan ga je op een gegeven moment over de grens heen. En in een toecomplement betekent dat je in het negatieve bereik terechtkomt. Dus als ik dit stukje weg zou halen, zou dat een negatieve waarde opleveren. Kunnen leveren, zo moet ik het zeggen. Nou, als ik dit programmaatje laat lopen, dus dat is wel Shift F6. Dan zien we dat er een aantal woorden uitkomen die met deze berekening voor positieve hash een dubbele hash, dubbele dubbels opleveren. Even kijken. Zo zien we hier dat pails en pans en tiles en tins en shires en shits en shines en ships en paints enzovoort, dat zijn allemaal dubbels. Dat wil zeggen, de ene waarde komt ook voor, die leveren allebei dezelfde hashcode op. Dus in dat geval zou je hash collisions kunnen krijgen. Dat is nog niet het hele verhaal, want we hebben ook gezien dat we van die hashcode een hele hoop bits weggooien. Zeker als we een kleine hashmap hebben met weinig buckets, dan hebben we ook dan bijvoorbeeld maar 3 bits over of 6 bits of wat dan ook. En dan is het aantal hash collisions is aanzienlijk groter. Maar evengoed zul je zien dat het aantal hash collisions, ik moet zeggen, de lengte van die buckets best wel redelijk blijft. Laat ik dat eens demonstreren aan de hand van mijn map demo. En die map demo die is niks anders als gebruik nou die my map. Even kijken. Daar neerzetten. Ah, gaat dat? Nee, wil die niet. Dat is heel erg. Zo. Dat is onze uitvoer. Dat is onze invoer. Ja. Dit raken zo plaatsen dat het een klein beetje te behappen is. Zo,
Naast dat. Oh, wacht even, dat had ik veel beter anders kunnen doen, natuurlijk. Mijn excuses. Dat. Laat ik eerst maar eens even laten lopen en dan krijg ik weer zo'n window te pakken. Hier moet ik van zeggen: doc. Okay, kijk eens, leuk. Hier krijgen we een. Close doc. Ik wil het ding hiernaast hebben staan. Oeps. Oeps. Ik moet dat ding even slepen. Ja. Slepen naar deze kant. Ja. Zo. Zo heb ik mijn uitvoer op die plek staan. Dit is mijn map demo. Dat is het ding wat ik wil gaan uitvoeren. En heel klein beetje uitleggen wat er precies gebeurt. Niet zo moeilijk. Ik maak een map. Ik vraag in die map hoeveel buckets heb je. En je zult zien dat die map in het begin 8 buckets heeft of zo. Is eigenlijk. Ik weet niet precies. Dat maakt niet zoveel uit. Het is alleen maar voor demonstratiedoeleinden. Ik vertel wat die bucket count is. Ik maak een random generator. Ik haal woorden op uit die words die ik net gezien heb. Dat is die hele lijst van woorden. Dat is die 100.000 woorden ongeveer. Die tel ik. En vervolgens hoeveel woorden ik gevonden heb. En dan randomiseer ik die woorden. Let even op dat ik hier weer zo'n collections, zo'n utility klasse gebruik. In dit geval de collections klasse. Daar zit een shuffle klasse in en die doet wat de naam zegt. Namelijk die dingen ordenen alsof het een deck van kaarten is. Die randomiseren. Zodat mijn woorden niet meer in de oorspronkelijke alfabetische volgorde staan. Want zo staan ze in die dictionary. Maar in een gerandomiseerde volgorde. En vervolgens ga ik die elementen toevoegen aan mijn hashmap. Ik denk mijn hashmap in het begin 16 elementen groot. Dus geen 8, maar 16. En ik ga die woorden toevoegen en vervolgens ga ik die diepte van die de maximale bucketlengte opvragen. Dat wil zeggen de bucket depth heet dat. Hoe diep is die emmer? Hè? Hoeveel elementjes moet ik daarin duiken om het laatste elementje te krijgen? Ik ga vragen wat de size van die map is. Dat wil zeggen hoeveel key value pairs zitten erin. En vervolgens print ik dat allemaal uit. Maar dat hoef ik allemaal niet te doen. Want die rommel, die komt er ook met deze dump methode uit. Zo. Dus als ik dit programmaatje nu laat lopen, ook weer shift 6, en dat moet goed gaan, althans dat hoop ik toch, dan zien we hier dat die even dit aan de kant schuiven, ja. Dan zien we hier dat ik mijn. Uiteindelijk heb ik 31 buckets. 32 buckets. Van 0 tot en met 31. Laat ik even niet doen. Nog een keer herhalen. En dan zie ik hier dat ik mijn 16 buckets. Die hebben allemaal een vulling gekregen. De bucket op positie 0, die heeft een ketting gekregen van 2 elementen. Dan zijn er een aantal buckets die zijn nog leeg. Hier heb ik nog een keer eentje met 2. Hier heb ik er eentje met 1. Hier heb ik er nog eentje met 1. Hier heb ik er nog eentje met 1. En hier heb ik nog eentje met 1. Je zou kunnen zeggen, het is redelijk. Met dit klein aantal buckets heb ik maar 2 lijnen chains van, of kettingen van 2 elementen. En van de rest zijn ze op 1 element groot. Dat wil zeggen dat voor deze, deze, deze en deze, voor meest theoretic vociferation, whatever, contravene, dat we daar met één slag het element al te pakken hebben. Dus daar zal die hashmap zich behoorlijk snel gedragen. Want je hoeft maar één stap te doen om het element te vinden. En in al deze andere dingen, dus al de hashcodes die 8, 9 of 10 opleveren, of 12 of 15, dan weet je al onmiddellijk, oh, dat ding komt niet voor, want die hashcode komt niet voor in mijn bucketlijst. Als we meer elementjes in die lijst stoppen, dan zul je zien dat na nog een keer 8 elementjes toe te voegen, zal die hashmap zich vergroten. Dat gebeurt niet met die get en pushcode, maar dat gebeurt met die methode ensure capacity. En die ga ik denk ik niet laten zien, omdat dat veel te ver voert. Maar in ieder geval kun je op die manier ervoor zorgen dat die map zich aanpast. En als ik het programma nog een keer uitvoer, dan zie je dat er andere woordparen voorkomen. In die hashmap. Hier dit is de eerste oorspronkelijke. Met 8 elementen erin. Dat zijn dus andere als zojuist. Dus niet meer dezelfde
informatie die erin zit. En vervolgens zie ik, nadat ik er nog een keer 8 elementen toegevoegd heb, dat er het aantal buckets is nou 16 geworden. Het aantal buckets is nu 32 geworden, is 2 keer zo groot. 2 macht groter gemaakt. En dan zie je dan er vervolgens ook weer een redelijke verdeling is. Ik heb hier 1, 2, 3 buckets die meer dan 1 element bevatten. En je mag verwachten dat deze hashmap redelijk performant is. En met niet al te veel code. Even kijken of we daar wat van kunnen laten zien. Er zitten wat hulpmethodes in die niet meer doen als deze demonstratie mogelijk te maken. Bijvoorbeeld die bucket count en die bucket depth enzovoort. De contain key overigens is wel van belang. Dat is een van de methodes die bij zo'n hashmap thuis hoort. De is empty, die zal duidelijk zijn. Die geeft in simpelweg waar of de size 0 is of niet. De put methode die we hebben gehad. Een hulpmethode die we nou niet hoeven te bekijken. En hier een getalletje dat zegt hoeveel ongebruikte buckets dat er zijn. Nou, laten we even in het begin kijken. Naar bovenaan kijken. Hier zien we bijvoorbeeld dat ik heb 8 elementen ik heb 8 elementen geteld. En de size van deze hashmap is 8, dus dat is netjes consistent. De load, dat wil zeggen hoeveel elementen zitten erin vergeleken met het aantal buckets, die is een half. Want dat komt overeen met 8 gedeeld door 16. De bucket count is 16. Dat wisten we al, want dat hadden we hier al gezien. En hoe diep zijn die buckets maximaal? En dan zien we hier dat er maximaal 2 elementen in al die buckets zitten. En ook nog een keer dat er wel, en dat is natuurlijk wel wat minder efficiënt. Er zitten 62,5% nul waardes in die buckets. Dat wil zeggen, die bucket, de array is er wel, maar wordt er feitelijk niet gebruikt. En dat is een nadeel van een hashmap. Je zult zien dat die buckets niet allemaal gebruikt worden. Het ligt gewoon simpelweg aan wat je erin gestopt hebt. En dat is bijna niet te voorkomen. Dat is alleen maar te voorkomen door een slimme hashfunctie te kiezen. Nu is het gelukkig zo dat de meeste types een redelijke hashfunctie hebben. De string met name is de belangrijkste. Die heeft ook een redelijke hashfunctie. Die is niet optimaal. Omdat de kwaliteit van die hash hangt onder andere af van het gebruik van de letters die je hebt. En verschillende talen gebruiken letters in verschillende frequenties. Dat heeft allemaal invloed op de feitelijke vulling van zo'n hashmap. Maar dat is een consequentie van de keuzes en van het ontwerp van die hashmap. Oké. Dat is voor wat betreft dat onderwerp al een heel eind. Dus dit is onze put-methode. Dit is onze put-methode. Ik zou nog iets moeten vertellen over, randomness in de MOOC. Maar in de MOOC geven we er al voldoende uitleg aan. Wat ik zelf vaak gebruik is de simpele random generator. Die hebben we ook in Words al een keer gezien. Even kijken hoor, dat is dit ding. Hier gebruik ik een random generator. Even kijken waar dat precies. Ja, daar staat hij. Zo'n random generator die kun je initialiseren met een zogenaamde seed-waarde. En even kijken wat hij daarvan zegt. Opsa. JavaDoc. Op een browser als het goed is. Ja, daar is die. Deze is nog zo geconfigureerd dat hij naar de standaard Java kijkt. In je performance assessment gaat dat natuurlijk niet zo werken. We proberen het wel zo in te richten dat als je die show Java doc doet, dat hij dan op de lokaal op de stick gaat kijken. Maar dat is nu nog even niet in de orde. We zien hier dat we zo'n ding hebben. Zo'n constructor hebben. Moet ik wel dat goede ding wezen. Allee. En we zien dan dat er een generator wordt met een nieuwe seed. Die seed wordt gebruikt om de beginwaarde te bepalen. Met die seed wordt verder gerekend. Als je een random generator maakt met steeds dezelfde seed, dan levert die steeds dezelfde sequentie van random getallen op. En dat zorgt ervoor dat je repeteerbare programma's krijgt. Die programma's altijd dezelfde uitvoer geven, ondanks het feit dat je een random gebruikt hebt.
Betekent ook dat zo'n random generator eigenlijk op zijn best pseudo-random getallen afgeeft. En als je echte random getallen nodig hebt, bijvoorbeeld voor encryption of zoiets dergelijks, dan moet je iets anders gebruiken als deze random en een standaard random functie. Maar daar hoeven we het in deze les niet over te hebben. Dat wordt zeer waarschijnlijk in het vak SIER of anders in het vak netwerken behandeld in het volgende semester. Een tweede leuke is dat er zit een variant in die random generator. En dat moet ik dan toch maar even hier bekijken. Die geeft een Gaussian waarde af. En die, even kijken of ik die hier kan vinden. Next Gaussian of zoiets. Ja, daar staat die. Die levert een dubbelwaarde af. En dat is een dubbelwaarde die kan negatief als positief zijn. Die dubbelwaarde maakt een soort met normaalverdeling. En dat kennen jullie al in de statistiek. In de middelbare school hebben jullie dat gezien. Zo'n belcurve, zo'n klokcurve. Waarbij de gemiddelde waarde, de middenwaarde, die ligt precies op nul. En de andere waarden die liggen links en rechts, dus negatief of positief, liggen die over het bereik verspreid. En dat is leuk als je een simulatie wil doen waarbij de verdeling die je statistisch verwacht van de samples die je hebt in je proef, dat die een Gaussiaanse verdeling volgt, dan is dit een aantrekkelijk ding. Dat staat ook helemaal uitgelegd in de MOOC, dus daar kun je nog een keer kun je naslaan als je dat nodig mocht hebben. Wat wil ik hier nog over vertellen? Eigenlijk heb ik dit al in het begin van de les verteld. Multidimensionele data, daar heel even naar terug gaan. Wat was het ding? Oh nee, dat zat in die andere package. Die multidimensionale data, dat zag er zo uit. Als ik daar een plaatje van maak, en even kijken. Dan zou dat kunnen betekenen dat ik een Canon array maken. In de eerste dimensie zou het er zo uit kunnen zien. En dat zijn dan allemaal los elementjes. En vervolgens, als ik daar van die dingen zelf arrays maak, dan zou dat kunnen betekenen dat één array twee elementjes lang heeft. Een ander element een array bevat van vier elementjes. En hier is er nog eentje van drie. Dat kan in Java. Dus ik heb hier een array. Dit is een array. Dat bevat een array van 2, een array van 4, een array van 1, een array van 1, een array van 3, een array van 1 en een array van 1. En dat is eigenlijk het enige wat je daarvan zou willen zeggen. Het manipuleren van arrays is weliswaar snel, maar maakt je programmacode niet altijd even duidelijk leesbaar. Vaak is het interessanter om gebruik te maken. Even terug naar dit plaatje. Vaak is het interessant om gebruik te maken van andere structuren. En daar heb ik natuurlijk. Ja, om van andere structuren, bijvoorbeeld geneste structuren. En er is niks op tegen om een ArrayList te maken die ArrayList bevat. En die ArrayList zelf die zou een map kunnen bevatten met key value pairs enzovoort. Dus je kunt je ArrayList hoef je niet te beperken tot een ArrayList van dingen en vervolgens al die andere dingen behandelen als handels. Je kunt dus zoiets maken als een list van een map van strings die zelf weer een list van dubbels bevat. Stel je even voor, die string is een naam en die list is natuurlijk een lijst van maps en die naam levert een lijst van cijfers op, van waardes op, van meetwaardes op, van beoordelingen bij een tentamen, cijfers dus. En dat zou zomaar kunnen. Je zou het zo kunnen gebruiken. Dus je kunt een list of maps of string of list of to list of double maken. Als dat in je programma nuttig en noodzakelijk is, dan is dat zeker te prefereren over het gebruik van simpele arrays. Want op het moment dat je arrays gaat gebruiken, heb je weliswaar het snelheidsvoordeel. Maar je hebt ook de boekhouding te plegen en ervoor te zorgen dat als je uit het array dreigt te lopen, dat je daarvan maatregelen neemt. Bijvoorbeeld door dat array te vergroten. En dat maakt je code alleen maar complexer. Dus op het moment dat je zegt, nou, het gaat mij in eerste instantie om de business code. Dat er logisch het juiste gebeurt. Dus dat ik een lijst van namen van studenten heb. En elk student heeft een lijst van cijfers, waarderingen. Dan kan ik beter deze structuur kiezen als gebruikmakend van arrays. Wat leuk is als oefening, wordt nergens gevraagd, maar
mocht je eens willen. Je zou een structuur of een objectdiagram kunnen maken van deze datastructuur. Dus een lijst van, waarbij die lijst zelf een ArrayList is. Van een map, waarbij die map zelf een hashmap is. Ongeveer in het model zoals in de les uitgelegd. En die elementen, die values van die map, die bevatten een lijst van doubles. En als je daar een tekeningetje van maakt, dan zie je dat het een heel woest diagram wordt. Een hele boom van elementen. Maar dat is dan uiteindelijk wat er in het geheugen neergelegd wordt. Wat met referenties bereikbaar is in die code, enzovoort, enzovoort. Oké, dit is het einde van de les. Ik hoop dat het een beetje te volgen was. En ik hoop jullie komende donderdag weer terug te zien. Hebben jullie nog vragen? Glenn heeft geen vragen. Iemand anders nog? Sjoerd? Ik denk dat het een beetje ontkutten wordt. Pardon? Beetje... Door, dat het een beetje rondkutten wordt met dat, zeg maar, hashmaps en zo, dat is wel goed. Het is gewoon vooral veel oefenen. Dat is, ja, ik zou een iets andere term gebruiken, en zeker als het opgenomen wordt op YouTube. Maar het is inderdaad zaak, en dat is ook de enige manier om ergens goed in te worden, is niet alleen het talent hebben, maar ook voldoende oefenen. Je moet voldoende probleempjes hebben gehad en ook zelf opgelost hebben, wil je enige kans van slagen in het jarenleven hebben. En op korte termijn, veel oefenen helpt je ook om een goed punt te halen bij het performance assessment. En ik weet zeker dat als jullie je opgave allemaal zelf gemaakt hebben, dat dat ook gaat lukken. Dat jullie allemaal een goed cijfer gaan halen bij het performance assessment. Over effectief gezien 3 werkweken. Dan is het performance assessment al aan de orde. Dat is op 8 januari, als ik het goed heb. In de week van 8 januari. Ja? Oké, jongens. Bedankt voor de aandacht. En dus tot volgende week. Tot komende donderdag. Tot ziens.